Hoi allemaal en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Natasja en dit is het kanaal NW. Allereerst hoop ik natuurlijk dat je hele leuke feestdagen hebt gehad, dat je kerst hebt gevierd met je loved ones en dat je lekker veel hebt gegeten, want daar draait kerst ook een beetje om. En dan is het nu alweer tijd om een New Year's Eve make-up look te doen, want over minder dan een week zitten we al in het nieuwe jaar. Ik heb deze New Year's Eve make-up look gemaakt. Ik vind hem zo heel erg feestelijk met de lippen en de wimpers en de glitter en de highlight. Als je benieuwd bent naar hoe ik deze look heb gemaakt, blijf dan vooral even kijken. Doe een duimpje omhoog onder de video, abonneer op mijn kanaal en veel plezier met kijken. Ik ga beginnen met het aanbrengen van foundation. Dit is de Essence Stay All Day Foundation en deze gebruik ik in de kleur 15 Soft Cream. Ik heb gewoon één pompje aangebracht op mijn hand en deze werk ik uit met de 103 Defined Buffer Quast van Zuva. En ik verdeel hem ook goed in mijn nek, omdat ik niet die lelijke rand wil. Als dit er goed op zit, breng ik de Liquid Camouflage Concealer aan van Catrice. En deze heb ik in de kleur 020 Light Beige. Ik breng deze aan onder mijn ogen in een soort van driehoek. Ik vergeet ook niet om dit puntje mee te nemen, want die is bij mij altijd vrij donker. Daarbij heb ik ook nog aardige pukkeltjes door de kerst. En ook deze werk ik weer uit met mijn foundation kwast die ik net ook heb gebruikt, dus de Defined Buffer van Zuva. Wat ik daarna altijd doe is nog even met mijn vingers deppen, zodat ik zeker weet dat de concealer goed is ingetrokken in mijn huid. Zodat ik geen irritante lijntjes krijg. Dan kunnen we nu verder met onze wenkbrauwen. Ik gebruik mijn wenkbrauwkitje van Catrice en dan de donkerste kleur. En ik gebruik een browline kwastje van Zuva. Daarna gebruik ik een wenkbrauwborsteltje en een Primark wenkbrauwgel om mijn wenkbrauw in model te brengen. Daarna is het tijd om verder te gaan met oogschaduw. Ik gebruik dit H&M Rose Gold Eyeshadows paletje. Deze bestaat uit 4 kleuren. Dit is de kleur Light Beige. Dit is de kleur Pink Beige. Dit is de kleur Pink Rose. En de laatste is de kleur Purple. En ik ga beginnen met de kleur Purple aan te brengen in mijn arcadeboog. Daarna breng ik nog een beetje van dezelfde kleur aan met de Classic Shader Kwast op het uiteinde van mijn oog. Ik ga nu met dezelfde Classic Shader Kwast de kleur Pink Beige aanbrengen. En nog een klein beetje van de kleur Light Beige onder het wenkbrauwbod en in de binnenste ooghoek. Dan pak ik nog één keer met een heel klein kwastje de donkerpaarse kleur en die breng ik aan onder mijn oog. Daarna ga ik eerst mijn gezicht afpoederen en dat doe ik met een Catrice Loose Powder en een Essence Powder Kwast. Verder met eyeliner. Ik gebruik de Kiko Precision Eyeliner en daarmee ga ik een winged liner aanbrengen. Zoals je ziet is het een vrij grote wing en ik bedoel, het is maar één keer in het jaar oud en nieuw, dus pak gewoon lekker groot uit. Voordat ik het andere oog ga doen, ga ik eerst de Maybelline Less Sensational Mascara aanbrengen. Omdat er ook bij mij altijd wat eyeliner in de wimpers komt. En ik wil niet dat het hard wordt, dus ik ga nu eerst gelijk een laagje mascara aanbrengen. Eerst ga ik nu contouren en dat doe ik met de NYC Big Bold Bronzing Powder in 602. En daarbij gebruik ik mijn Zuva 109 Face Paint Kwast.
Kijk, we moeten natuurlijk met z'n allen niet vergeten dat het voor een feestje is. Dus het mag allemaal wel iets heftiger. En voor blush gebruik ik de Rose Gold Blush van Sleek en de Cream Cheek Kwast van Zuva. En voor de highlighter gebruik ik de HEMA Illuminating Powder en mijn Highlight Kwast 105 van Zuva. Klein beetje op mijn neusbrug, niet te veel, want deze is vrij intens. En een heel klein beetje hier. Ik ga nepwimpers aanbrengen van de Primark. Als laatste stap breng ik nog een lippenstift aan. En dit is de Catrice Ultimate Color 110 Pink Me Up. En dan is dit de look die ik ga dragen met de feestdagen. Ik vind hem zelf onwijs feestelijk door de wimpers en de kleuren oogschaduw en de mooie highlighter. I love it. Dus, ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Als je dat hebt gehad, doe dan eventjes je duimpje omhoog. Bij deze wens ik jou een hele fijne jaarwisseling en een perfect 2017. En heel graag zie ik jullie weer in de volgende video. Die komt zondag 1 januari. En tot volgend jaar!